Op zondag 22 november werd de tweede Run-ATB Run-Haaksbergen georganiseerd. Met een loopparcours over het Park Scholtenhagen en een wielenparcours over de wegen in het Langheed. Ja, okay. Thin lines, hot sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, loud. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Like a hula hula hoo, hula hula hoo, oh. Round and round your love, it winds me up. Like a hula hula hoo, hula hula hoo. tweede keer? Voor jullie ook? Nee, eerste keer. Eerste keer. Je hebt gefietst? Het was een zwaar parcours, of niet? Ja, ja, ging nog wel. Alleen gefietst? Nee, we hebben 4 teams van onze praktijk heeft meegedaan. En ik was de fietser en mijn collega was de loper. Hoe was het? Ja, het was geweldig. Het was een prachtig evenement. Het was zwaar, maar het was geweldig. Waarom alleen of waarom meegedaan? Allebei, allebei. Nou, we doen eigenlijk altijd individueel mee, omdat wij een beetje uit de triathlon komen. En dan de winter doorkomen met de runbike runs. Dus wat dat betreft doen we ze meestal alleen. En Ruben bij de jeugd en ik natuurlijk bij de oude. Ja, het is leuk om te doen en ja, mijn sport is. Ja. Hoe is het ontstaan, dat idee van te gaan lopen en gaan fietsen? Mijn vader deed het eerst ook, dus triathlon. En zo ben ik er ook mee in aanraking gekomen. Hoe was het? Pittig. Pittig parcours. Modderig, glibberig. En vooral dat bultje daar, die was erg gemeen. Niet te koud? Nee, oh, absoluut niet. Ik heb het hartstikke warm. Nou, eigenlijk bij mij is het ontstaan omdat ik eigenlijk alle 3 de sporten wel deed. En toen ik hier dacht van, ik zie het triathlon, laat ik eens gecombineerd meedoen. En dat vond ik gewoon leuk om te doen. En dan meestal doe ik langere afstand, dus de echte lange afstand. Nou, en dan is het 's winters leuk de wat kortere afstand te doen. Hoe is de organisatie hier? Oh, dat ziet er allemaal perfect uit. Ja, knap. Volgens mij het tweede jaar dat ze meedoen en dit organiseren. Maar ja, volgens mij alles op orde, toch? Ja.